10 extreme Minecraft noobs versus 3 professionele Minecraft builders die oprecht wel eens betaald zijn gewoon om te bouwen. Wat je meteen zag bij de pros was dat ze meteen uittekenden wat ze wilden bouwen. En aan de andere kant zat iedereen maar gewoon een beetje wat te doen en stond meer dan van de mensen gewoon letterlijk stil. Na veel bouwen was op een gegeven moment de 20 minuten voorbij en hadden we 2 builds. Eerst gingen we even kijken naar die van de noobs. Zij hadden namelijk een kasteel gemaakt. We zien hier nog een andere kamer met een boek. Never gonna give you up. Nee! De noobs hebben wel humor, dat sowieso. We zien dit nog hier. Nee, Rick Astley ook! Nee! We zien hier beneden ook nog. Dit is de heilige prehistorische Axolotl. Never... Nee! En alle Rickrolls van de noobs gingen we ook even kijken bij de pros. Huizen. Rivierdingen. We zien nog meer huizen. We zien bomen. We zien nog meer bomen. Een bergenverhoging. Prachtige landschapdingen. Dit is echt heel vet allemaal. Wauw. Maar nu de grote vraag. Wie heeft volgens jou gewonnen? Laat het weten en bij 500 likes release ik de hele video van dit. Gaat dat lukken?